15 maart, de landelijke verkiezingen voor het parlement. Maar wat doen ze hier in Den Haag eigenlijk nog voor ons in Gelderland? Ja, hebben we wel kandidaten uit Gelderland die op verkiesbare plekken staan? Kijk, vroeger waren we zelfstandig hertogdom met onze eigen vorst hertog Karel. Toen bestuurden wij onszelf. Wordt het de randstedelijke dominantie die onze provincie gaat besturen? Of hebben we zelf nog wat te zeggen over wat we willen? Daarover gaan we het hebben. We gaan de partijen langs. Alle lijsttrekkers. En we beginnen vandaag. Goeiedag. Meneer Segers. Ik ben Ridder Bas. Ridder Bas. Ridder René. Gert-Jan. Ja, ik ben gewoon Gert-Jan. Maar wat zien jullie er mooi uit? Dank. Uit Gelderland, hè? Ja, nee, dat zie ik. Wat is uw eerste reactie als u Gelderland hoort? Denkend aan Gelderland. Wat Vlakbij. Ik woon echt op de grens van Gelderland. Hoogland. Hoogland, dus dat vlakbij Nijkerk. En daar begint Gelderland, vanuit mijn perspectief. Maar komt u er vaak dan? Ja, zeker. Even de quiz. Hertog van Gelderen. Hertog van Gelderen, ja. Hertog Karel, denk ik zomaar. Hertog Karel. Ja, Hertog Karel. Hertog vind ik al heel behoorlijk. Hoor. Ja. We hebben nu 10 Gelderse Kamerleden. We zijn de grootste provincie. We hebben er eigenlijk dat is te weinig, hè? Dat is procentueel te weinig. Recht op 19 of 20. Ja. Je kunt op mij stemmen met iemand die heel dichtbij woont, dus die Gelderland heel goed kent. Je kunt ook op Nico Drost kun je stemmen. Nico Drost. Nico Drost. Waar komt Rijnen, hij vandaan? Rhenen. Maar dat is ook Utrecht. Is dat Utrecht? Dat is Utrecht. Oh, wat erg. Dat is heel gênant is dit. Dan moet je Leon Meijer. Leon Meijer Ede. Ja. Ede is echt absoluut Gelderland. Dat is Gelderland. Maar ik heb altijd of heel zelden het gevoel dat ik in Den Haag me vertegenwoordigd voel. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Ik ben gewoon maar dat denken, als ik kijk wie zit er in de Kamer, dan is het veel mensen natuurlijk uit Den Haag, gewoon de Randstad. Ja. Weinig uit de regio. Dus ja, dit is een kabinet die enorm bijziend is, die met een vergrootglas op die Randstad kijkt. Dat vindt u ook? Ja, dat vind ik zeker. Zijn we het gewoon heel erg eens? Ja, daar zijn we het zeer over eens. We hebben het gemerkt bij Groningen, bij het gas bijvoorbeeld. We hebben het gemerkt bij werkgelegenheid in de regio. Toen hier belangrijke keuzes vielen. En de ChristenUnie die langzij kwam bij het kabinet en zei wij gaan praten met het kabinet. Toen kwamen wij op voor een kazerne in Assen. Voor een TBS-kliniek in Balkbrug. En ze hebben ons uitgelachen hier. Wordt dit nog een beetje... Ja, word je met je horen ja. En dat is ook wel een beetje de les, als ik het toch nog mag zeggen. De les van Trump. Die verloor in de grote steden, maar die won heel erg op het platteland. En wat is de grote les van Trump? Op het platteland wonen ook mensen. Die zich heel vaak in de steek gelaten voelen. Ja, maar ik moet dan heel hard roepen hier. En nog een keer. Maar dat is ons probleem ook. Ja, precies. Als je het platteland negeert, als je de regio negeert, je krijgt een enorme tik op je vingers. We hebben een enorme rijke diversiteit. Ja, waarbij ook de regionale omroepen van groot belang zijn om dat vitaal te houden. Ja, willen we die rijkdom overeind houden, dan moet je kiezen voor de regio. Duidelijk? Duidelijk. We hebben Gelderse worst. Ah, wat lekker. Nemen we voor iedereen mee. Wij gaan lekker de winterse kost gaan maken. Ja, en deze, ook bij de borrel staat. En deze, maar dit gaat bij ons bovenop de hutspot en we gaan ervan genieten. Hey, ontzettend bedankt. Echt aardig dat je nog wat meeneemt. Super. En tot over 4 jaar.